United Nations in Suriname heeft een periode van rouw aangekondigd in verband met het overlijden van gewezen secretaris-generaal van de United Nations, Kofi Annan. De Ghanese diplomaat overleed op zaterdag 18 augustus en bereikte de leeftijd van 80 jaar. Surinamers hebben tot morgen, vrijdag 24 augustus, de ruimte om het condoleance register te tekenen bij de UN House aan de Gongrijpstraat. Het register is vanaf dinsdag 22 augustus geplaatst en de UN-vertegenwoordiger in Suriname, Armstrong Alexis, heeft vandaag het register getekend. De vlag bij de UN House heeft vanaf zondag tot afgelopen dinsdag halfstok gehangen.